Dit is het Muziekgebouw aan het IJ. En op 1 oktober gaan we hier Resonance Night maken. Dit gebouw is heel bijzonder. Er zijn ruimtes van verschillende etages. Een enorme trap. Daarboven is een ruimte. En vooral... Woehoe! Het klinkt geweldig. Dus wat zou er nou gebeuren als we hier tientallen zangers bijeenbrengen en een structuur maken waarin we elkaar echoen, voor- en nazingen, improvisaties maken, soms van heel ver vandaan naar elkaar luisteren, op elkaar antwoorden. Kortom, als we de vrijheid nemen om dit hele gebouw te vullen met onze klank. Nou, ik heb al jarenlang werk ik met zangers als componist en ik ben altijd eigenlijk op zoek om extra vrijheid te geven. Dus zangers niet alleen maar de noten te laten zingen, maar ook te laten improviseren, tonen te maken, gewoon lekker klank te maken. Nou, op Resonance Night is dat wat we gaan doen. We beginnen om 8 uur 's avonds. Mensen kunnen komen en gaan. We gaan de hele nacht door. Dus we gaan ook ervaren hoe er op een gegeven moment stilte valt, hoe het op een gegeven moment natuurlijk de zon ondergaat en dan uiteindelijk aan het eind van de nacht ook weer de zon opkomt hier over het IJ. We hebben heel veel ramen, we zien heel veel wolken, we zien water en uiteindelijk het licht van de nieuwe dag. Dus het wordt een heel bijzondere nacht. Ik kan eigenlijk onmogelijk vertellen hoe het precies gaat klinken, maar we gaan met een heleboel zangers volgens allerlei ideeën en structuren eigenlijk werken aan iets wat uiteindelijk heel spontaan wordt. Waar je dus op een hele vrije manier aan mee kan doen. Of je nou publiek bent, beginnende zanger of heel gevorderd, kom naar Resonance Night en laat je verrassen.